U komt helemaal uit Enschede naar Almelo om te vissen. Ja, want dus ook, ik heb meerdere plekken gekeken, maar er zit op veel plekken blauwe alg. Dus hier op dit moment zag ik het in ieder geval niet zelf persoonlijk, laat ik het zo zeggen. U hebt een hele mooie uitrusting, geweldige tent zie ik wel. Was u hier vannacht ook al? Ja, gisteravond rond een uur of vijf ben ik hier aangevangen. Ja. En dat is, u had het over dat u de hele week niet geslapen had. En, hoe ging dat hier? Ik heb wel geslapen, maar minder goed geslapen. De natuur is gewoon lekker. Helemaal uit Enschede naar Almelo om te vissen. Ja, want dus ook, ik heb meerdere plekken gekeken, maar er zit op veel plekken blauwe alg. Dus hier op dit moment zag ik het in ieder geval niet zelf persoonlijk, laat ik het zo zeggen. U hebt een hele mooie uitrusting, geweldige tent zie ik wel. Was u hier vannacht ook al? Ja. Gisteravond rond een uur of vijf ben ik hier aangevangen. Ja. Nou, je hebt hem een prachtige hobby, zie ik wel. Mooi tentje. Ja. Waar je eventueel ook een trucje kunt doen. Ja, je mag niet slapen aan de waterkant. Ja, je tukt wel eens een keertje in. Maar je bent wel actief aan het vissen, hoor. Dus, in principe, kijk, ik ben wel tot vannacht een uur of vijf wakker gebleven. En eigenlijk daarna, 's morgens begint het pas. Ik ben niet iemand die kan heel goed vroeg opstaan. Maar goed, dus ben ik liever al 's avonds. En ja, die manier. Je bent gewoon de hele nacht aan het observeren met het water. Continu kijken, je hoort wat je kijkt. En ja, het is nu op de hits van de dag dat u hier bent. En dan is het eigenlijk gewoon het rustigste wat die vis is. Zijn er meer van die mooie plekjes in Twente waar je zegt, daar ga ik graag naartoe? Jazeker. Maar ja, ze zeggen vissen doe je met de vispas, maar dat klopt niet helemaal. Want je moet elke keer weer kijken waar je met die vispas mag vissen. Het is een beetje jammer dat je bijvoorbeeld niet als Enschede overal in Almelo mag vissen. Dat die federaties met elkaar overhoop liggen. Vroeger ging ik ook wel gewoon met vorst. Er was schat dat mijn lijnen in het water gevroren waren. Dus ik ga ook wel gewoon in de winterdag vissen eigenlijk. Visie zoekt de grenzen op. Dit is een fietsroute van Route Netwerken Twente. We fietsen om Almelo heen, zo dicht mogelijk langs de gemeentegrens, maar dat kan ook betekenen dat we op grondgebied van een buurgemeente fietsen. We rijden via de fietsknooppunten. Deel 2, de zuidelijke route. We starten bij knooppunt 51 tegenover de Bleekkerk aan de Hofstraat. We steken de van rechteren Limburgsingel over en komen in de Gravenallee.
Hier het oude tolhuisje uit 1837 in de Gravenallee. Het was tot 1924 als tolhuis in gebruik. Voor het oog verscholen in het bos ligt hier het familiegraf van de graaf van Rechteren Limpurg. We komen nu aan het eind van de Gravenallee. Hier wijken we af van de gepeilde route. We gaan niet rechtsaf de Broekzijdeweg in, maar rechtdoor. Vlak bij knooppunt 55, bij de Pook, staan nog de oude sluisdeuren als herinnering aan de sluis die hier vroeger de schepen liet passeren. Toen wij dit filmden, waren de sluisdeuren voor restauratie weggehaald. De foto komt uit het archief. Het kanaal Almelo-Nordhorn verbindt Almelo via het water met de Duitse stad Nordhorn. We komen nu op grond van de gemeente Tebergen. Vanaf hier rijden we naar het zuiden. Na de oversteek van de Broekzijdeweg heet het Dikkersbosweg. Onverhard met een fietspad. We steken de Lolee over en dan heet het Bekkingvelderweg. Nu zitten we in de gemeente Borne. We komen hier langs de golfbaan die onlangs failliet ging, maar een doorstart maakte. Er tegenover woonde in vroeger dagen in een hutje een toverkol, een oude waarzegster die je om raad en advies kon vragen. De fraai gerestaureerde schuur is al wat er rest van haar huisje. Bij knooppunt 65 steken we de Bornse Beek over. We komen nu op de Strootdijk. Deze landelijke route brengt ons langs een verscholen plek waar je legaal aan de Bornse Beek mag kamperen. Dat heet paalkamperen. Er zijn geen voorzieningen als water of elektra, maar er zijn mensen die ervan houden. Via de provinciale weg rijden we nu Zenderen in. Gelukkig is er een fietspad. Bij de verkeerslichten kunnen we de Almeloze straat oversteken. Kijk goed uit, want als je als fietser groen licht krijgt, ben je niet verzekerd van een veilige oversteek. We verlaten nu Zenderen. Hier gaan we over de Zijlkerweg. Bij de Tinkerhoeve is een rustpunt voor een koffiestop. Verderop rijden we achter de voormalige vuilnisstortplaats van Twents, het Elhorsterveld. We naderen het buurtschap Tusveld. Eerst op de grote Bavenkelsweg de spoorlijn over. Een stukje verder rechtsaf naar de Maatkampsweg. Tusveld was tot 1 januari 2001 een deel van Borne, maar na de gemeentelijke herindeling kwam het bij Almelo. We steken hier de doorbraak over. Na de brug over de A35 komen we langs de terreinen van RKSV Bornerbroek.
Bij de rotonde in Bornebroek staat de Sint-Stefanuskerk. Deze kerk werd gebouwd in 1856 en is in 1920 ingrijpend verbouwd door A.J. Kropholler. We gaan over de Lange Voort en het Linschot op weg naar de brug over het Twentekanaal en volgen de pijlen met nummer 94 erop. De brug zien we al in de verte liggen. Een groot deel van dit traject voert ons langs het Twentekanaal dat in 1938 gereed kwam en grotendeels met de schop en kruiwagen is gegraven. Het loopt van de IJssel naar Enschede en hier hebben we te maken met de zijtak Almelo die pas in 1953 geopend is. We gaan naar de andere oever via de Hoeselderbrug. En nadat we de A35 onderdoor gegaan zijn, zijn we in de wijk de Windmolenbroek. De route van knooppunt 86 naar 83 voert ons langs de Leemslagenplas. Dit is een plas die ontstaan is door zandwinning voor de A1. Het is nu een afgesloten natuurgebied en van de geplande woningbouw rond het plas is nooit iets gekomen. Vlak voor de afslag naar de Stokkelersweg zitten vaak ganzen. Ze trekken zich niet zoveel van het verkeer aan, maar ze zijn niet agressief. Hier de Almeloze jachthaven. Het rondje om Almelo is eigenlijk volbracht. Hier zouden we nu kunnen eindigen, maar dat doen we nog niet. We komen eerst over de Wierdesebrug. Deze is in 1952 gebouwd. We volgen de routebordjes op weg naar knooppunt 50, een traject dat we al eerder reden naar de Bellinkhof. Het blijft mooi. Nog een laatste traject en dan zijn we vlak naar de Manskapbargtunnel terug op ons uitgangspunt waar we in deel 1 van onze route begonnen. Knooppunt 51 aan de Wierdense straat. Dit was deel 2 van de fietsroute langs de gemeentegrens van Almelo, de zuidelijke route. De noordelijke route is in deel 1 te zien.
onder de bomen in de Hoven staat een monument van de hand van Altjenne Lusseveld. Het herinnert aan de Joodse burgers van de stad die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monument is in de vorm van een Davidster met gezandstraalde handen gemaakt naar ontwerp van de Almeloze scholieren.